Vandaag ga ik samen met jullie een hele tekening maken. Maar ik ga hem volledig maken met mijn Posca markers. Voor de mensen die de Posca markers niet kennen, dit zijn stiften. Maar dan zit er geen gewone inkt in of iets dat je normaal gebruikt in een stift. Maar acrylverf. Een aantal jaar geleden werden deze stiften in één keer mega populair. En ik snap het wel, want je kan er mee schilderen. Terwijl je toch het gevoel hebt dat je aan het kleuren bent. Ik heb een aantal Posca markers in huis. Die heb ik een keertje gebruikt om mijn schoenen helemaal mee in te kleuren. Mocht je die video niet hebben gezien, moet je die maar eventjes kijken. En ik heb ze wel eens gebruikt als ik een schilderij aan het maken ben en bijvoorbeeld een zwarte omlijning moet hebben die ik heel strak wil hebben, dan vind ik zelf altijd zo'n verfstift net even wat makkelijker werken dan met een penseel. Maar wat ik nog nooit eerder echt heb gedaan is een hele illustratie ermee maken. Dat leek me heel erg leuk om uit te proberen, dus dat ga ik vandaag samen met jullie doen. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet niet alvast te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Oké, ik zal jullie mijn Posca's laten zien die ik allemaal heb. Dit zijn ze. Dit zijn alle Posca's die ik heb. Ik heb er een aantal, ook in verschillende diktes. En er zelfs drie tussen zitten die zijn met metallic kleur. Die heb ik eigenlijk alleen maar een keertje gebruikt toen ik in een zwarte journal aan het werk was. Nog nooit echt om iets mee te maken. Ik weet ook niet of ik ze vandaag ga gebruiken. Maar dit zijn in ieder geval alle Posca pennen die ik heb liggen. En dat is ook wat ik vandaag moet gaan gebruiken. Ik heb niet meer keus dan dit, helaas. Nou ben ik dit laatst gaan testen in mijn schetsboek om te kijken of het überhaupt een beetje leuk werd en hoe het werkte als ik echt met Posca's wilde gaan werken. Toen heb ik dit uitgeprobeerd, dus ik heb gewoon een paar van die basiskleuren neergezet. Ik moet wel zeggen dat toen ik het net had gemaakt, dat het heel raar eruit zag. Het werd eigenlijk vooral pas leuk toen ik echt die zwarte omlijning eromheen ging maken. Maar ik heb dus gewoon geprobeerd wat paddenstoelen te maken en even te kijken of ik er ook een beetje een fatsoenlijke figuurtje mee kan maken. Nou, dat ging eigenlijk verrassend goed. Wat ik vandaag wil doen is echt gewoon een leuk karakter neerzetten. Maar ik weet heel eerlijk gezegd nog niet wat ik ga tekenen. Dat ga ik gewoon weer ter plekke verzinnen. Het is trouwens inmiddels bijna kerst. Dus ik denk wel dat ik iets ga maken in een kerstthema. Dus weet je wat? Ik gooi even lekker een kerstmuziekje aan. Dan zijn we helemaal in de kerstsferen. En dan gaan we iets tekenen. Ik wilde heel graag gaan uitproberen of ik een beetje een karakter kan maken in mijn tekenstijl die ik dan helemaal ga inkleuren met Posca markers. Ik bedacht wel van tevoren, want dat had ik geleerd van de vorige keer, dat ik niet te veel moet gaan schetsen. Want je gaat er zo meteen overheen en je ziet het eigenlijk niet zo heel erg goed meer erdoorheen. Want het is best wel dikkend, een Posca. Dus je moet uiteindelijk toch wel een beetje het gaan bedenken terwijl je met je Posca's bezig bent. En niet alleen maar alles in de schets zoals je normaal gesproken zou tekenen. Want je kan het niet gaan omlijnen. Dat doe je echt pas op het einde. Dus je begint met het kleuren. Dat was ik alweer vergeten, zoals je kan zien. Want ik ben weer echt veel te veel aan het schetsen. Oh, ik heb hier zo meteen echt een probleem mee, want ik moet echt bijna alles gaan uitgummen, want dan zie je het er weer doorheen. Dus ik weet nog niet zo heel goed hoe ik dit ga doen. En ik bedenk me ook dat hetgeen ik nu aan het tekenen ben best wel een beetje klein wordt. Ik vraag me af of dat überhaupt lekker in te kleuren valt met mijn Posca's. Maar goed, het wordt in ieder geval iemand met een kerstmuts op, met een foute kersttrui aan, die dan op zo'n kerstborrel staat en dan de collega's gedag zegt een klein beetje schaamd voor de trui, maar toch gewoon van hoi, daar ben ik. Dus ik vind het wel heel schattig. Maar goed, nu moeten we nog gaan kijken of we dit ook een beetje fatsoenlijk kunnen inkleuren. Daar is hij dan hoor, mijn veel te uitgebreide schets. Maar goed, we zien het zo meteen wel, het komt vast goed. Ik ga in ieder geval mijn kleuren uitzoeken. En ik weet zeker dat ik in ieder geval rood nodig ga hebben. Nou, misschien is de trui wel leuk in het groen, bedenk ik me nu. Maar de enige groene die ik heb is een metallic groen. Dus ik weet niet of dat nou heel erg mooi gaat worden voor een trui trouwens. Had ik ook wel van tevoren over na kunnen denken. Maar best wel lastig, want zo heel veel kleuren heb ik niet. Ik denk trouwens dat het een blauwe kersttrui wordt met een rode kerstmuts op. Dat kan op zich wel. Paarse broek eronder of zo. I don't know. Ik weet ook nog helemaal niet met wat ik de omlijning ga doen. Oh jeetje, waar was ik dit ook alweer gaan doen? Wat een challenge. Nou, ik ga ze wel eerst even hier op het papier gewoon testen. Gaan we even kijken hoe ze eruit zien in ieder geval. Dan kunnen we wat beter bepalen welke kleuren we gaan gebruiken. Nou, die rood, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat wordt hem sowieso. Al denk ik dat ik paars ook alweer graag wil gaan gebruiken voor de schaduw. Oh jee, ik weet het niet. Die blauw is wel echt heel mooi trouwens. De kleurtjes zijn wel heel mooi. Oh, zo te zien heb ik deze zelfs nog nooit gebruikt. Oh, die is wel heel mooi. Nou, en dan heb ik hier dus nog de metallic. Kijk, maar dat zijn even van die pennetjes, zie? Nee, die ga ik niet gebruiken.
Sowieso doen ze het ook niet zo goed meer. Ik zie wel een paar kleuren die ik kan gebruiken, maar ik vind het ook wel echt moeilijk. Maar ik vind deze kleur best wel geschikt voor een kersttrui. Met die muts erbij, dat kan op zich best wel. Doen we de haar gewoon echt paars, denk ik? Ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga het gewoon even een heel klein beetje gummen. Zodat het niet meer zo heel erg zichtbaar is. Maar dat we nog wel kunnen zien waar we ongeveer wat hebben zitten. Want anders heb ik natuurlijk net zo niet kunnen schetsen. En dan gaan we gewoon beginnen met iets dat ik wel gewoon weet. En dat is de huid. Denk ik. Ik denk dat ik dat met die ga doen. En dan zien we het wel. Ik denk dat het heel leuk is om een keer paars te gebruiken als schaduw. Maar dan moet ik die natuurlijk niet voor iets anders gebruiken. Ik vind het spannend. We gaan gewoon wat proberen. Nou, gegumd is. Ik ga het gewoon doen. Kan mij het schelen. Als het lelijk wordt, spijt me. Ik ga het gewoon proberen. We gaan gewoon beginnen met haar huidje. Hij is ook echt heel dik. Echt zo niet slim bezig geweest door zoiets kleins te tekenen. Nou goed, niet meer zeuren maar eens. Let's do it. Wordt vast hartstikke leuk. Dan zit ik op het einde weer. Oh, het is zo leuk. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Dus gewoon doen. Nou, het kleurt altijd wel lekker hoor. Het is wel echt heel leuk om mee te werken. Alleen je moet wel echt even van tevoren een beetje nadenken over hoe je het gaat doen. Of misschien juist niet. En moet je dat gewoon niet doen. En moet je jezelf gewoon weer laten verrassen. Misschien denk ik wel gewoon te veel na. Nou, zelfs als het best een dikke punt. Je kan er ook wel redelijk dun mee werken. Dus het valt me mee. Ik heb inderdaad weer zitten zeuren. Het valt allemaal best wel mee. Oké. Okay. Ja? We hebben iets staan. Is er ook nog blote enkeltjes? Wel ja, ze krijgt ook nog blote enkeltjes. Oké, okay, we gaan het gewoon doen. Kan ons het schelen. Lila schaduw. Ah! Dit ziet er zo raar uit. Dit is zo raar. Ah. Schaduw en hier schaduw. We gaan lekker voor paars, eindelijk. Nou, volgens mij wordt dat best wel leuk. Het wordt gewoon een heel ander soort stijltje. Ik denk dat het wel leuk kan zijn. Oké, okay. De muts wilden we rood. Dus dat gaan we gewoon helemaal rood inkleuren. Dat moet goed komen. Zo. Oké, okay, het begint alweer iets minder eng te worden. Dat wordt alweer leuk. Ja. Rode neus. Oké, okay, Posca's die dekken vet goed. Dus ik had natuurlijk ook eerst de trui kunnen kleuren en het dan eroverheen kunnen doen. Oké, okay, doen we dat wel met de rest. Dan gaan we de trui kleuren. Oké, okay, ik ga het proberen. Goed, ik ga proberen die hele trui nu gewoon in te kleuren. En dan maak ik dat gewei gewoon erop. Als het goed dekt, hopelijk. We gaan het zien. Ik ga het gewoon proberen. Het is nu een beetje een kale Rudolf. Zo, trui. Ik heb dit expres even wit gelaten hier zo. Tussen de arm en de trui zelf. Omdat ik anders niet zo goed meer weet waar de mouw zit. Ik denk dat we de haar met deze gaan doen. Die kleur. Die ga ik toch nergens anders voor gebruiken. Oh, maar het wordt best wel leuk. Het is wel echt een heel erg steeltje, zeg maar. Alleen die paarse schaduw? I don't know. Maar misschien als dat zometeen overal zit. Gaat het? Ja, geen idee. Ik weet niet of dit wat wordt. Maar ik doe mijn best. Het zit er nu wel leuk, hè, nog? Ja? Ja? Ja, je moet het vooral zo meteen denk ik gaan zien als de omleiding er omheen komt. Maar we gaan gewoon door. Ik vind alleen de kleuren bepalen heel lastig. Want ik heb er niet zoveel. Nee, ik heb er niet zoveel. Ik kwam ook achter, ik heb helemaal geen donkerblauw of zo. Nou, volgens mij wordt het best wel leuk. Het is even anders dan dat we gewend zijn, maar het wordt best wel leuk. De schoenen doen we weer in het groen. Wel ja, die match je weer met haar trui. Dat voelt echt alsof ik zulke rare kleuren aan het kiezen ben vandaag. Maar goed. Hoppatee. Zou het ook mooi worden als ik dan nu dat lila gebruik dan in de trui als schaduw? Maar je ziet, kijk, het gaat er vet makkelijk overheen. Dus je kan er net zo vaak overheen als je wil.
denk dat die paarse schaduw trouwens wel een heel erg grappig steltje heeft. Ik denk zeker als het zometeen omlijnd is. Het is niet de kleurschaduw die ik normaal gesproken kies. Want normaal doe ik altijd een tintje donkerder dan de tint die het is, zeg maar. Maar ik denk wel, als je dit zometeen helemaal af hebt, dat het wel echt een hele, ja, Posca-achtige stijl geeft, zeg maar. Het kan wel heel leuk zijn. Ik moet trouwens niet vergeten om de rendieroren ook te maken. Doen we die wel met deze? Die heb ik nog niet gebruikt. Geen idee meer waar die zaten. Hier ergens. Dat is ook niet zo belangrijk. Kijk, hoppa, doen we die er nog op. Dan gaan we witte dingetjes erop maken. Dus de witte veters, zo. Ja. Witte veters. Oep, glansje op de neus. Oh ja, en ik wilde op de trui nog allemaal sneeuw. Dat wordt best wel leuk. Is het jouw trui? Heb ik die trui? Ja, die heb je boven. Echt? Ja. Je bent toch niet met een Rudolf erop? Jawel, toch? Nee, volgens mij is het de kerstman. De kinderen hadden deze trui. Ja. De kinderen hadden die. En die zaten van die belletjes zaten daar aan. Ik zou het zweren dat iemand... Ja, nou weet ik het weer. Onze kinderen hadden inderdaad een groene kersttrui met een Rudolf erop. En dan zaten dan van die belletjes ook echt aan. Dat als ze liepen, dat ze... Hier, ik heb er nog een foto van. Ja, dat is inderdaad echt gewoon precies die trui. Vet grappig. Ik ga er nog een achtergrond bij maken. Deze kleur heb ik nog niet gebruikt, dus ik gebruik daar geel voor. En het is toevallig ook echt een heel dun puntje. Dus het kleurt net niet lekker voor de achtergrond. De achtergrond zou je net even een dikkere willen hebben. Maar ik wil hem per se nu in het geel, want ik heb die lijn nu al staan. En dat is ook de leukste kleur die hier achter zou kunnen. Volgens mij wordt dit zo leuk. Ik kleur hard door hoor, zodat we kunnen zien hoe het eruit komt te zien. Maar het gaat niet zo snel. Bijna. Ik ben er bijna. Bijna. Oh nee. Niet uitschieten. Het Posca-kleuren gedeelte is gedaan, denk ik. Gaan we nu naar het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. Of in ieder geval waar ik heel erg lang op heb gewacht. Het omlijnen. Het is een beetje omgekeerde volgorde vandaag. Normaal beginnen we daarmee. Maar goed, het gaat nu niet anders, want anders ben je ze helemaal kwijt. Ik denk dat hij zo ingekleurd wordt. En ik vind hem nu eigenlijk al niet eens heel stom uitzien. Ik denk dat hij heel erg leuk gaat worden als die omlijning erop zit. Dus ik ga mijn pen zoeken. Dan gaan we hem helemaal omlijnen. Het is wel echt inderdaad in een stijltje. Het zou zo weer echt een stijltje van een illustrator kunnen zijn die altijd op zo'n manier inkleurt en die dan allemaal van die stripboekjes maakt die dan zo zijn ingekleurd. Dat heeft wel wat. Zelfs die lila schaduw vind ik eigenlijk wel heel erg schattig. In het haar weet ik het niet. Ik moet zeggen, het loopt hier zo met die trui en met dat haar wel een beetje in elkaar over. Misschien dat ik dat voor de volgende keer anders zou doen. Voor nu laat ik het gewoon zo. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet verkeerd. Ik vind het stiekem eigenlijk echt heel erg leuk juist. Het is niet per se echt heel makkelijk om mee te werken, want je moet best wel een beetje nadenken. En je kan natuurlijk niet eerst rustig omlijnen, dus je moet wel wat meer vertrouwen op wat je daarna nog ermee gaat doen, zeg maar. Wat ik wel heel erg leuk vind hieraan, dit neemt wel een heel stuk makkelijker mee dan een hele doos met verf. Dus als je op vakantie gaat of zo, dan zie ik mezelf eerder hiermee werken dan dat ik echt gewoon allemaal verf meeneem om even zoiets te maken. Het voelt wel echt alsof je met stift aan het kleuren bent, alleen komt de verf uit. Dus wat dat betreft is het wel heel fijn. Ik vind het niet per se makkelijk om mee te werken, want je moet wel echt even nadenken over waar je uiteindelijk nog je omlijning ook weer gaat zetten, want je ziet de helft niet meer. En ik merkte wel dat hij daardoor ietsjes anders werd. Ik had ook een beetje moeite met die broek met al die witte lijnen, dus daar ging het al even wat moeilijker. Hier had ik een beetje wat meer moeite, want al die kleuren in elkaar overliepen. Maar misschien moet je ook niet meteen dan beginnen met zo'n moeilijke tekening als dit, maar gewoon met een roze vorm, zoals ik het hier heb gedaan, en dat je dan een paddenstoel gaat maken. Dan is het prima te doen. Ik vind wel die zwarte omlijning maakt het wel echt af. Maar voor een eerste keer zo'n hele illustratie met Posca, vind ik het best goed gelukt. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat maar even weten hier beneden in de reacties. Mocht je dit nou een leuke video vinden, dan weet je wat je moet doen. En dan zie ik jou hopelijk heel snel weer terug in een volgende video. Dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei!